Welkom bij Mercedes-Benz. Mijn naam is Huib de Vries. Een elektrische bestelwagen is duurzaam. In Nederland kennen we ook diverse belastingvoordelen die het gebruik ervan moeten stimuleren. U kunt daarvan profiteren. Bestelwagens worden eigenlijk op allerlei manieren door de overheid gestimuleerd. Waarom is dat eigenlijk? Dat begint eigenlijk bij de politiek. We hebben in het klimaatakkoord met elkaar afgesproken dat we in 2030 de helft minder uitstoot willen hebben. En een van de doelstellingen waarmee je dat kan bereiken is dus elektrisch autorijden. En daarom wordt het dus op allerlei manieren aantrekkelijk gemaakt, zodat zoveel mogelijk mensen dat ook gaan doen. Ja, we hebben vele subsidies waarmee je inderdaad elektrisch autorijden gaat stimuleren. Nou, het is best wel een ingewikkeld verhaal, maar om mee te beginnen, de BPM, daar zit geen BPM op een elektrische auto. Nee, BPM is natuurlijk een luxe belasting op auto's. Ja. En we hebben natuurlijk op grijs kenteken hebben we al geen luxe belasting. Precies. Maar bijvoorbeeld, hè, zoals hier staat, een EQV. Ja. En die heeft dus wel op geel kenteken, maar daar zit dus geen BPM op. Nee, zelfs als je hem op geel kenteken rijdt, zit daar geen BPM op. Nee, en dat is een groot voordeel. Ja, zeker. Dat scheelt enorm. Dan wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting of houderschapsbelasting noemen we het tegenwoordig. Ook dat is anders bij een elektrische auto? Ja, de komende 4 jaar is het in ieder geval nul. He, dus we hebben een korting eigenlijk van 100% de komende 4 jaar op de wegenbelasting. Ja. En over 5 jaar gaan we naar een kwart tarief van het normaal geldende tarief. Okay, dat staat al vast? Dat is afgesproken en staat vast. Okay. Dan zijn er voor ondernemers allerlei specifieke regelingen ook voor elektrische auto's. Ja, je hebt dus de Kia, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ja. Die heb je eigenlijk op alle investeringen die je doet als ondernemer. Ja. En daarbovenop komt nog eens een keer de MIA. En de MIA is dus de milieu-investeringsaftrek. En die is specifiek gericht op een elektrische auto. Okay. Dan zijn er ook nog allerlei lokale subsidies, begrepen. Ja, per 1 januari 2021 kunnen heel veel gemeentes zelf hun milieuzones inrichten. Die zijn er nu al. Ja. Amsterdam heeft er een, Groningen heeft er een, Rotterdam. En ze gaan allerlei lokale subsidies gebruiken om jou proberen te stimuleren om over te stappen naar een elektrische auto. Ja, en hoe kom ik er nou achter als ik ondernemer ben in een bepaalde plaats, wat er in mijn plaats dan allemaal geldt? Nou, je hebt daar fantastische websites voor. Ja. He, we hebben natuurlijk het RVO heb je. Ja. He, dus waar je keurig alles kunt opzoeken wat alle regelingen zijn die gelden voor elektrische auto's. Maar je hebt er nog meer. Ja, je hebt ook nog nederlandelektrisch.nl. Ja, waar je alles kan vinden over elektrische auto's en ook wat alle fiscale voordelen ervan zijn. Als laatste, er is ook nog bijtelling. Ja. He, natuurlijk zeker de ZZP'er die zijn bestelauto privé gebruikt, heb je een voordeel met je bijtelling. Ja. Dat betekent dat je in 2020 betaal je 8%, heb je 8% bijtelling. Ja. En in 2021 is dat 12%. In 2020 is die 8% is tot 45.000 euro. Ja. En in 2021 is het 12% tot 40.000 euro. Dus je hebt wel degelijk een voordeel door elektrisch te rijden. Dat voordeel blijft trouwens de komende 5 jaar bestaan en gaat ook mee met de auto. Okay, dus dat, daar ben je dan van verzekerd. Ja, Peter, ik blijf het toch zeggen. Ik vind het met al die verschillende regelingen toch best een ingewikkeld verhaal. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Ja? Sterker nog, je kunt het uitrekenen op de achterkant van een bierviltje. Ik heb hier een voorbeeld voor je van een Evito. Alsjeblieft. Ja, dat is toch een fiscaal voordeel van meer dan 11.000 euro. Kortom, de overheid maakt in Nederland het gebruik van een elektrische bestelwagen extra aantrekkelijk voor u. Daarvan kunt u profiteren.